Daar gaat ze hoor, steenbeest. 130 kilo, 8 keer. Ik heb 3 parfums binnengekregen van Parfumado. I love my life. Ik hou echt van deze momentjes. Good morning bitches, van mij en mijn quarkback. Sorry, maar we zijn aan het ontbijten en ik dacht ineens, ik ga vandaag vloggen. Je gaat echt niet geloven hoe laat het is. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, want wij gaan in de ochtend heel vroeg sporten. We werden om 7 uur wakker. Oh, dat kan eigenlijk echt niet. Misschien moet ik eerst even mijn eten opeten. Trouwens, wel jammer. Ik heb wel echt een hele mooie foto gemaakt, maar ik had het niet gevlogd. Omdat ik dus te laat bedacht dat ik ging vloggen. Het is om precies te zijn 7:15. We werden om 7 uur wakker. En we dachten, weet je, dan kunnen we misschien beter maar gewoon uit bed gaan. In plaats van nu nog een uur in bed blijven liggen. Meestal worden we rond 8:30, 9:30 wakker. Dus ik hoop dat we rond 8:30 al in de gym zijn. Misschien nog wel eerder. En dan gaan we lekker een leg day pompen. Oh, mijn bek. Oké, ik ga eerst even mijn eten opeten, tanden poetsen. En dan spreek ik jullie. Oké, ready to go to the gym. We gaan nog even een was in de wasmachine doen. Maar kijk even wat Matt heeft gemaakt op Paint. Dit is dus de nieuwe cover art voor zijn nieuwe nummer, Racing. Maar echt lijp, hè? Gewoon in Paint. Wat vind je er zelf nou, Fanny? Ik vind het wel gaaf gelukt. Ik vind het ook echt cool. Vooral die auto was echt moeilijk. Ja, dat kost wel tijd. Als je dan beseft hoe het er nu uitziet. Het echt mooi met hoor. Die bordjes die zo'n 99 en dan nog weer nummer 99 en zo. Ja, echt mooie details. I love it. Thank you. Ik was bijna naar de gym gegaan zonder de vlogcamera. But that ain't gonna happen. Ik heb hem opgehaald. En nu gaan we naar de gym. Nou, Matt gaat even 170 kilo wegdrukken. Dat is 170 toch? Oké, let's fucking go. 2. We doen nu sets van 8. Of nou, Matt doet setjes van 8. Ik doe vanaf vandaag weer piramide sets. Dus dat houdt in dat ik 12, 10, 8, 6 herhalingen doe. En dan steeds het gewicht iets zwaarder zet. Dus ik begon met 110. Zo net 120. En nu ga ik 130 kilo doen. Goed zo, schat. Daar gaat ze hoor, steenbeest. 130 kilo, 8 keer. 2, 3, heel goed, 4, 5, kom op, 6, 7, die laatste, hoppatee, kijk eens eventjes, wat een power in die beentjes, wat een power heb jij mevrouw Steenbeest. Mijn goed. Oké, ik hoop dat dit een beetje lukt om vanaf hier te filmen. Oh my god, het was ook volgens mij kapot saai om te kijken. Je ziet ons alleen maar bewegen en doen. Oké, dit was oefening 2. Even kijken wat we nu gaan doen eigenlijk, hè. Nou, ik heb weer de camera in mijn handen gedrukt gekregen om geforceerd Ipek te filmen die een oefening doet. En dan word ik ook nog gevraagd om even wat leuks te vertellen, dus bij deze. Ipek is nu deze oefening aan het doen. Deze oefening heet de Ninja Turtle 3000 Kick. Ze doet het nu met de linkerbeen. En ze doet het super goed en ze is heel sterk en de beeld die groeit met de week en ze vindt het heel leuk dat ik even voor de film. En ze moet nog hoeveel herhalingen? Ze moet nog 9 herhalingen, joh. 10 herhalingen moet ze nog. Oh, ze telt. Goed gedaan. Deze machine is kapot. Ik zweer het. De ene keer gaat het zo zwaar als nu en de andere keer dan is hij opeens alsof het veel soepeler is en dan ga ik gewoon... Daar geloven wij natuurlijk allemaal niks van. Ja, nee, dat is echt... Laat even in de comments weten dat je het niet gelooft. We zijn weer back home en we zijn op de terugweg even langs de supermarkt geweest, zodat we lekker uitgebreid kunnen lunchen. Ik heb een heerlijk pompoenbroodje en daar ga ik dan cottage cheese, ei en avocado op doen. En we gaan ondertussen beginnen met Love Island, het nieuwe seizoen. I can't fucking wait. Let's go. Heerly de peerly. Ondertussen Love Island aan het kijken. Mijn leven is weer helemaal compleet. Nou, intussen heeft Matt hier echt alles helemaal gestofzuigd. Ik heb het schoongemaakt. En nu is het tijd om deze dode, bedroefde, zielige bloemetjes weg te gooien. Echt zielig, want Matt had deze bloemrozen gekocht als verrassing. En toen ging de zon schijnen en toen, ja,
was het dit geworden. Dus het is tijd om ze weg te doen. Het is inmiddels een paar uur later. Ik ben bezig met de tweede video aan het editen en we hebben gegeten. En Matt ging net even basketballen en die komt hier thuis met splitjes. Dat heb ik echt al jaren niet gehad. Zo bij mijn ouders thuis is er altijd, weet dat, van die Mars, van die snoepijsjes, zeg maar. Ja. Dat vind ik echt een caloriebom. Is het gezond dan? Nee, maar minder niet... heftig. Ja? Dit is ook maar hier zit room. Het is ook ongezond. En meer, want die maar ik vind het gewoon lekker wat frisser en zo. Vind ik gewoon chiller. Ja, snap ik. Ja, heel lekker. Jongen, juice. Wordt helemaal gek hier. Lekker. Goedemorgen zonder haarzorgen. Ik heb gisteravond dus mijn haar gewassen. En voor het eerst sinds, nou, lange tijd heb ik het weer 's avonds gewassen. En dan ben ik gewoon gestaan met dat haar. Om te kijken wat er dan gebeurt. Want ik had een nieuwe shampoo en conditioner van Moroccan Oil. En ik vind het wel goed gelukt eigenlijk. Het voelt heel gehydrateerd. En het blijft natuurlijk wel, maar dat is bij mij altijd de eerste paar dagen zo. Maar ja, ik heb best wel veel slagen eigenlijk. So that's nice. Goed, we hebben net ontbijt klaargemaakt. Ik heb zoals altijd kwark met granola, chiazaad, lijnzaad. En nu heb ik aardbeien en blauwbessen in. En Matt heeft lekker broodjes en wij zijn kapot moe. Waarom, hè? Ja, dat weet niemand. Door de maan. Nee. Jongens, kijk eventjes naar dit lekkere lunchmaaltje wat ik heb gemaakt voor Yves. It's Mr. Schoonzoon himself. Ja, ik ben nog bezig met mijn haar. Zij is bezig met haar. Laura nou, is er ook. Lau is ook in de building. Nee. Show some armpits out here. Ja, maar hoe lief, hè? Jij zit gewoon broodjes te maken en ik zit mijn haar te doen. Oké, okay, ik heb mijn make-up gedaan, ik heb gegeten, ik heb mijn haar met zo'n wafeltang gedaan. En ik ga nu even een video opnemen voor Moroccan Oil. Dus ik moet nog even olie in mijn haar doen, want het is nu nog een beetje pluizig en droog. Maar goed, dat ga ik nu dus eventjes opnemen. En ik ben zo blij met hoe mijn wenkbrauwen eruit zien en mijn lippen. Ja, I love. Oké, okay, ik heb echt een fucking chill pakketje binnengekregen. Ik heb namelijk 3 parfums. Oh, ik moet niet zijn. Sorry. Oeh, dab. Nee, ik heb 3 parfums binnengekregen van Parfumado. En dat is de eerste keer voor mij. Ik had het wel al eens voorbij zien komen. Maar nu heb ik dus een samenwerking met hun. Dus echt fucking chill. Want je kan dus elke maand een parfum uitkiezen voor €14,95. Van zowel de bekende merken, maar ook de niche parfums. Dus zelfs die dure parfums zijn €14,95. En omdat ik nu een samenwerking met hun heb, kan je de eerste maand voor maar €7,50 het bestellen. €7,50. Nou, dat is echt helemaal niks. En kijk hoe handig dit is. Het is dus echt super klein. Wat ik heel handig vind om in je tas mee te nemen. Dus je draait zo en dan komt het eruit. En dan zie je hier, zeg maar, welke parfum het is. En dan draai je hem zo weer in. En that's it. Nou, hoe handig is dit voor op vakantie? Je kan dus echt uit meer dan 500 geuren kiezen. Dus dat is echt geweldig. Misschien wel leuk om even te laten zien welke ik heb gekozen. Dit zijn de 3 geuren die ik heb. En ik heb net deze opgedaan van Montal. En die heet Pure Gold. En het is echt niet normaal lekker. Oh my god. Ik heb die andere 2 nog niet opgesprayed. Want als ik te veel door elkaar ga sprayen, dan word ik echt een beetje misselijk. Maar deze rook echt niet normaal lekker. Ja, ik vind het echt zo leuk. Ook deze kaartjes. En er staat hier ook spray here to remember. Dus dan kan je daar een keertje op sprayen. Zodat je het... Jemig. Wat gebeurt er met mij in dit uitleg? Ja, ik vind het dus echt fucking handig. En vooral voor op vakantie of voor onderweg. Dat je gewoon zo'n kleintje mee kan nemen. Ik zal de kortingscode even in beeld zetten. En ook onder in de beschrijving. Je kan trouwens alle kortingscodes die ik heb altijd in de beschrijving vinden. Misschien wel handig om te weten. Ja, dus als je gaat bestellen, bestel dan even met Steenbeek 50. En dan krijg je korting. Oké, we hebben net heel lekker eten gemaakt. Namelijk... Seijerboontjes! En het was alweer even... Jezus, volgens mij zag je echt mijn halve tieten, maar oké. Dat is alweer een tijdje geleden. We hadden dus expres superveel sperziebonen gehaald. Omdat we dachten dat 2 vrienden van Matt, die zo meteen hier komen, eigenlijk al mee zouden eten. Maar die komen uiteindelijk na het eten. Dus nu zitten we met kapot veel sperziebonen. Dus wil iemand nog mee eten? Het kan. Je hele buurt kan komen mee eten. We gaan ondertussen even Love Island kijken. Aflevering 2 alweer.
En dit komt ook nog over een week online. Dus dan is het echt al... Ik denk dat er nu al inmiddels al 10 afleveringen online staan. Dus tegen die tijd 17. En dan horen jullie nu nog eens dat we bij aflevering 2 zijn. Maar goed, we doen ons best. Eet smakelijk. Cheers. Altijd als wij gaan beginnen met eten, dan gaat Juice ook eten. Dat is toch schattig? Oh, er is even een brokje ingevallen. Maar hoe lief is dat? Eet smakelijk, Juice. Terwijl we hap 1 hebben, we denken ineens dat we de helft van het gerecht zijn vergeten. Namelijk de tempeh en het gekookte ei. Top. Dat ligt nog in de koelkast. Het lekkers van alles. Je kunt ja. Het speciaal nog koken. Ja, echt stom. Ja, ik wist niet dat het erbij moest, joh. Ik wist helemaal niet dat het gerecht was. Ja, ik wel. Maar gewoon helemaal niet meer aan gedacht. Oh mijn god. De lucht is zo... Kijk hoe mooi de lucht is. Jongens, wij zitten hier op de bank. Klaar om Love Island te kijken. Met de biggest balance ever. Ik heb hier een nectarine. Die kan ik trouwens echt wel elke dag, de hele dag eten. Ik vind het zo lekker. En een kiwi gold. Ik vind alleen die gold lekker. Mm. En chippies. En dat is precies hoe ik het lekker vind. En Matt heeft deze hele zak. Oh, wat gaan wij lekker chappen en Love Island kijken. I love my life. Ik hou echt van deze momentjes. Let's go. Let's go. Jongens, deze high protein dingen van de Lidl zijn echt lekker. Stelt hij nou scherp of niet? Nee, hartstikke niet. Ja, deze. En ze hebben ook allemaal andere smaakjes. Shakes, alles. Echt lekker. Oké, het is bijna 12 uur. So it's time to go to bed. Nou, we hebben 1 aflevering van Love Island gekeken. En ik ben helemaal in mijn English era. Wil je nog doei zeggen? Tuurlijk. Doei lieve mensen. Slaap lekker allemaal. Bidzee tot de volgende keer. Ik ga een stuk van het accent. Nou, beter duizend kampers. Heel erg... Bedankt voor het kijken. Nou, dat is... Ja, maar dat is echt erg, hè. Want ik vind Duits echt zo fucking vreselijk. Maar ja, kampers ook, dus... Fries accent ook, trouwens. Oké, anyways. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Als je het leuk vond, doe je duimpje omhoog. Deze keer trouwens een vlog van 2 dagen. Vinden jullie dat ook leuk? Of eventueel meerdere dagen? Ik denk dat 2 dagen wel lang genoeg is. Maar... Ja, laat me zeker weten wat je ervan vond. Doe je duimpje omhoog. En abonneer je op mijn kanaal. En dan zie ik je bij de volgende video. Doei!